Wat voor man is dat dan? Als ik het eerlijk mag zeggen, is hij gewoon gestoord. Want de regels en de wetten zijn voor het zo in Nederland dat er eerst doden moeten vallen voordat er iets gebeuren moet. Nieuws. De buurtbewoners die staan doodangst uit, want er schijnt hier van alles aan de hand te weten. Dat klopt. Dat is al sinds mei vorig jaar. Het is gewoon een hel hier. Ja, wat gebeurt hier? Ramen worden ingeslagen, er worden op ramen geslagen. Mensen worden bedreigd met een hamer. Ik zelf ben bedreigd. Dat je met de volle vuist op me afkwam. Je komt s'nachts over de trap langs mij. Dan slaat je hier op de ramen. Hij loopt te schreeuwen en hij is dan zo snel, het is net een rat. Voordat we hem zien, is de meneer alweer binnen. Het rollen kapot geslagen, de ramen kapot geslagen bij andere bewoners. Hij heeft bewoners bedreigd met hamers, met van alles. Hij lichamelijk. Ja. Ik voel mijn eigen bedreigd. Maar de laatste dagen was gewoon een hel. Ja, want ik heb begrepen dat hij zichzelf in de fik heeft gestoken. Hè? Hij is zijn eigen in brand gezet, in de woonkamer. Ik hoef hem niet af te schermen, laat maar zien wat je geflikt hebt, de smeerlap. Hij heeft zijn eigen in de fik gestoken en toen is hij blijkbaar verbrand. Was benzine over zijn bank. Ja. Die is volgens mij verbrand, want ze schermen hem nou af. Ja, wat doet dat met u als zulke dingen hier in de buurt gebeuren? Wat denk je? Ik ben er kapot van. Ja. Ik ben helemaal doorgedraaid, moet ik niet zeggen, want dat is hij. Maar het is echt te gek voor woorden voor dan. Wat voor man is dat dan? Als ik het eerlijk mag zeggen, is hij gewoon gestoord. Hij houdt hier iedereen in zijn macht. Hier wonen mensen van tot 91 jaar toe. Het zijn 55 plus compenten hier ook. Het zijn seniorenwoningen. Wat voor man woont hier dan tussen? 29 jaar. 29 jaar. Ja. Dus, hoe kan die dan hier een huis hebben? WMO. Ja. En de gemeente doet er niks, kan er niks mee. De woningbouw kan er niks mee. Staat machteloos? Iedereen is dan machteloos, wij ook niet. Het enige wat wij kunnen doen is de gemeente bellen, kassade. De instanties van GGZ en zo, politie bellen. Maar die doen eigenlijk helemaal niks. Ze kunnen niet veel. Ze moeten er eigenlijk ook aan de regeltjes houden. Ja. Net als wij. Maar wij zitten in de tussentijd wel in een hel. Want de regels en de wetten zijn voor het zo in Nederland dat er eerst doden moeten vallen voordat er iets gebeuren moet. Bent u bang dat er wat gaat gebeuren binnenkort? Ja, het is gisteren natuurlijk al misgegaan. Ja, hij heeft gisteren natuurlijk zichzelf in brand willen steken. Nou, dat is natuurlijk al heel erg. Maar ja, dan liever bij zichzelf als dat hij talelijk iemand van ons doet. Ja, de buurman die zouden we ook wel willen spreken. Maar die heeft zichzelf gisteren in de fik gestoken. En die ligt op dit moment in het ziekenhuis. Wordt vervolgd. Heb jij nou een burenruzie die helemaal uit de hand loopt? Of heb jij een bijzondere hobby? Laat het ons weten op redactie@poont.tv. En misschien komen we wel bij jou langs. En vergeet ook niet even te abonneren.